Leroy, 2-1 gewonnen. Was wel echt nodig, hè, deze overwinning? Ja, het was wel nodig. Dus we zijn op goed weg sinds 3 weken nu. We spelen niet de mooiste voetbal, maar we spelen wel compact en met heel veel energie. En we zijn meer en meer in ploeg aan het worden. Dus het was wel nodig om de play-off te spelen. Komt wel echt goed weg ook, denk ik. Hè? Eerste helft onder de maat? Ja, de eerste helft was er niet genoeg druk naar voren. En ze creëert veel kans, want we staan niet hoog genoeg. Maar de tweede helft zijn we met z'n allen naar voren geweest. Iets meer geduld in de opbouw en iets ook betere keuze. En dan hebben we 2 keer gescoord. Dus ja, terecht, de tweede helft waren we wel beter. Jij weer linksback, wat vind je van dat geschuif eigenlijk met jou als positie? Ja, ik speel waar de trainer mij nodig heeft. Dus als hij heeft mij nodig om middenveld of linksbuiten of linksback, dat is gewoon waar ik graag speel. Wat belangrijk nu is dat we gaan gewoon allemaal met dezelfde gedachte naar de play-off. En ja, ik ben blij als ik mag spelen. Ja, wat is er in de rust allemaal gezegd door Ron de Groot? Werd hij juist boos of was het puur tactisch? Want ik zag wel een andere NEC de tweede helft. Ja, dat was een beetje hetzelfde beeld dan tegen Elmond. Dat we spelen te veel achter. En dan de tweede helft, tijdens de rust zeggen we we moeten gewoon naar voren gaan, druk zetten en de baas zijn. En dat is wat gebeurt in de tweede helft. Ja, dan kom je op 1-1 en dan maak je kwartier voor tijd ook nog 2-1. Denk je dan wel van als die maar niet valt aan de kant van RKC? Of denk je juist de voorsprong moeten we uitbouwen? Ja, zoals ik de tweede helft beleefd, zelf voor de doelpunt had ik het gevoel dat we gingen scoren. Want je zag dat we hadden een paar ballen verovering. En we waren goed in de wedstrijd. RKC had niet zoveel kans. Dus ik had echt het gevoel na de eerste minuut, de tweede helft, dat we gingen de 3 punten pakken. En dat hebben we samen met z'n allen gedaan. En nu gewoon doorgaan, nog 2 wedstrijden, nog 2 finales. Het is een klassieker. Maar NEC moet nog wel volle bak er tegenaan om de play-offs te halen. Zoals je zegt. We hebben nog 2 finales te spelen. Dus we moeten kijken wedstrijd per wedstrijd, onze beste doen. En gewoon met dezelfde energie spelen dan de tweede helft vandaag. Dat zullen we onthouden. Hey, dankjewel. Succes erbij. Hè? Dankjewel. Ron de Groot, ik zei net gefeliciteerd. Maar je kijkt niet blij. Hè? Komt dat door het spel, de eerste helft? Ja, de eerste helft kun je zeker niet blij zijn. Nee. Op basis van de tweede helft denk ik verdiend gewonnen. Veel passie erin, veel strijd, veel beleving. Ook wat meer druk naar voren de tweede helft. En komen we denk ik terecht op 1-1 en 2-1. Schrok je ervan in het begin? Nou, de eerste 10 minuten had het moeilijk, vond ik. En daarna pikte het redelijk op. Was voetballen niet goed, moet ik zeggen. Heel slordig ook. Maar we creëren wel 3 grote kansen door achter hun laatste linie te kruipen met diepte. Ja, en na die 0-1, zeg maar, viel het weg. En stonden we apathisch te kijken en pakte geen diepte meer, geen initiatief meer. Maar er is ook aangegeven dat je gewoon het gedeelte moet pakken waarbij je de diepte pakt en waarbij je kansen creëren. Plus hetgene dat we iets hoger druk gingen zetten. En dat resulteert ook in de 1-1 en de 2-1. Plus je krijgt nog een aantal kansen op het einde van de rit natuurlijk. Ja, ik zag op een gegeven moment in de tweede helft zag ik Kwida met zijn handen in de lucht staan. En Joppe die keek naar Bossaerts van hij moet ruimte maken voor mij. Hoe zat het precies? Zag jij dat ook? Poeh, help me. Want wie bouwt erop achterin? Want Dijkstra komt hem af en toe halen. Ja, je hebt soms wel eens misverstanden. De keeper wil lang trappen, de ander wil uitzakken om aan speelbaar te zijn. Ja, op dit moment geen probleem. Over misverstanden gesproken, ik zag jou nog een beetje aan de zijlijn met Fred Grimdolle. Wat was daar precies aan de hand? Nee, niet zoveel. Het ging over die overtreding van Jordi Bruin. Maar niet zo dat je zegt dat we elkaar handen te haar vlogen. Oké, gaan we snel weer naar de wedstrijd. Met name Druijf werd veelvuldig gezocht. Zijn doorkopballen, onder andere op Dijkstra. Ja, dat was een mooie goal, hè? Die 2-1 ook. Ja, fantastische goal. Goede steekbal ook op Okita. Ook de 1-1 vond ik een mooie goal. Maar goed, daar moet je wel vanuit voetballen. Weet je. Je weet dat Ferdi balvast is, sterk is. Ballen door kan koppen, ballen bij zich kan houden. Moet je zo gewoon bijsluiten. En van daaruit moet je ook diepte creëren. We hebben snelheid op de zijkanten. Ja, daar moet je gebruik van maken. Dat was die tweede goal was zo'n schoon voorbeeld van. Ja, vond je dat in de eerste helft te weinig? Dat de ruimtes te groot werden? Waardoor RKC gevaarlijk op zoek ging eigenlijk naar de 0-2?
Ja, we vallen dat we te snel de balverlies leden, weet je wel. En dan sta je te open vooral. Ja, dat was vorige keer bij Volendam eigenlijk idem dito. Maar we creëren ook wel weer drie grote mogelijkheden vanuit die situatie. Om inspelen, kaatsen, diepte pakken of ballen onderscheppen waarbij we gevaarlijk werden. Ja, dan kun je ook een goal maken, hè, die eerste helft al. Hè. Nee, helemaal waar. En Freddy drijft nog een keer op de paal, tweede helft. Ja, ja kijk, je kunt het eerlijk beslissen. Je moet eigenlijk sneller 3-1 maken en is klaar. En dan hou je eigenlijk RKC in de wedstrijd. Ik zei net tegen Leroy Labiel, een klassieker, maar nog twee finales. Ja, vrijdag Twente. Dat is kampioen geworden, geloof ik. 0-0 gespeeld, zijn Sparta geloof ik verloren. Je hebt het grols in de benen. Ja, maar goed, dat wil ik zeggen natuurlijk. Ze kunnen er ook zo een aantal anderen opgooien. Dus, maar goed, wij moeten zorgen dat we bij de les blijven. Dat is het allerbelangrijkste, van wedstrijd te wedstrijd leven. En dan op het einde van de rit kijken waar we staan. Heel veel succes. Ja, dankjewel.